Xandra Velzenboer was met haar 4 gouden medailles de grote verrassing op het WK shorttrack in Zuid-Korea. Haar zus Michelle won tijdens datzelfde WK 1 gouden medaille met relayvrouwen. Samen zijn zij aan tafel aangeschoven. Welkom, wat fijn dat jullie je aan willen schuiven. Heel bijzonder eigenlijk ook om 2 medaillewinnaars van het laatste WK aan tafel te hebben. Jullie shorttrekken allebei. Hoe is het ontstaan? Want het zit volgens mij ook in de familie. Zijn jullie gewoon als kleinkind op het ijs gezet en moesten jullie maar zien hoe je verder kwam? We zijn begonnen een beetje op natuurijs eigenlijk. Dus van jongs af aan altijd al met onze ouders naar verschillende plekken geweest waar dan natuurijs was. Dat vonden we allebei superleuk, dus dat was goed. En ook geskielerd toen we nog jong waren. Dus eigenlijk zijn we daar een beetje mee begonnen. Mm-hmm. En vanuit daar zijn we toen uiteindelijk bij een shorttrack club uitgekomen. En daar is het eigenlijk het echte shorttrack begonnen. Ja, en dan heb je zus zegt van we zijn begonnen met skieleren. Volgens mij waren jullie heel jong, toch? Toen je op het ijs kwam en daarmee dus begon. Ja, ik denk dat ik 8 was toen we begonnen met echt schaatstraining, zeg maar. En dan was Michelle 1,5 jaar jonger dan ik. Dan is het gewoon heel simpel begonnen met gewoon een soort schaatsles. En dat is steeds meer uitgegroeid, dat we steeds vaker gingen trainen eigenlijk. Op een gegeven moment in RTC terechtgekomen. Ja, dan gaat ook de kwaliteit van trainen wel omhoog. En dan merkte op een gegeven moment wel dat we met wedstrijden in Nederland, maar ook met Europese juniorenwedstrijden eigenlijk steeds beter gingen doen. Dus dan wordt het natuurlijk ook steeds leuker. En het is misschien een beetje uit de hand gelopen. Ja, maar goed, vader en moeder altijd ook mee geweest om jullie weg te brengen? Of hoe werkt dat dan als je zo klein bent? Onze ouders zijn inderdaad altijd wel mee geweest naar wedstrijden ook. En ook naar de trainingen, want we moesten dan vaak wel... Of we zijn begonnen in Den Bosch dan. Dus dan werden we natuurlijk wel naar de training gebracht en dan weer terug. En later toen we dus bij het RTC begonnen, dat was in Utrecht. Dus dan moesten we elke ochtend naar Utrecht. En dan werden we 's ochtends vroeg gebracht naar de ijsbaan. En terug gingen we dan wel met het openbaar vervoer. Dus ja, dat. En ook naar de wedstrijden in het buitenland zijn ze ook altijd mee geweest. Ja. Dus, en niet gepusht, niet zo van jullie moeten presteren. Echt gewoon uit eigen vrije wil. Ja, het was echt zeker de boodschap van zolang jullie er plezier in hebben, dan is het goed. En dat was wel echt, dat was denk ik het grootste, dat was het belangrijkste ook voor hun. En dus ook daardoor voor ons. We hebben ook heel lang gewoon in Culemborg gewoond en hier naar school gegaan. Mm-hmm. En zijn pas, op mijn 17e, Michelle was 18 denk ik. Ja, of 19. Ik weet niet meer. Zijn we naar Heerenveen gegaan en toen hebben we echt een beetje die keuze gemaakt. Dus dat was wel heel erg fijn voor ons. Dat we heel lang op een normale middelbare school hebben gezeten. Ja. Met een normale klas eigenlijk. En dat kon, dat was wel heel fijn, ja. Ja, en dan moet je toch een bepaalde discipline opbouwen, denk ik. In het begin ook als je thuis woont. Hoe maak je dan de keuzes om iets wel of niet te doen? Of hebben jullie ouders dat echt gedaan? Nee, ik denk dat we dat... als het natuurlijk steeds beter ging, dan, dan wist je ook wel dat trainen belangrijk was. En dat vonden we ook gewoon ontzettend leuk. Ja, het gewoon een leuk team. En dat was ook gewoon hartstikke gezellig. En dan ging je nog wel eens in de zomer, een zomervakantie, op een beetje op trainingskamp naar Heerenveen dan, waar we dan nu wonen. Ik denk dat dat niet echt voelt als iets wat we toen, dat we dingen hebben moeten laten of iets. En zo voelt dat nu nog steeds niet. Alleen wordt het natuurlijk steeds serieuzer. En word je eigenlijk per jaar steeds meer dat je daar goede en verstandige misschien beslissingen in maakt. Ja. Ja, en hoe maak je die dan? Want dat lijkt me dus lastig. Mm-hmm. Want het is een keuze dan inderdaad voor je sport in plaats van voor je vriendenclub? Of hoe werkt dat? Ja, je moet inderdaad wel dan een beetje prioriteiten stellen. Want als je dan dus wordt uitgenodigd voor een iets gezelligs met vrienden en je moet eigenlijk je meer focussen op het trainen en het schaatsen, dan moet je natuurlijk kiezen om dan te zeggen ik ga niet mee. Maar voor ons halen wij daar voordeel uit, want dat is natuurlijk belangrijk voor onze resultaten. En dan wil je dat dus ook, want je weet dat het dan dus goed is om niet te gaan bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan is dat dus ook niet echt een opoffering, omdat het schaatsen doe je heel graag, dus
nou ja, dat is dan dus niet Ja, op zich natuurlijk wel heel mooi. Want eigenlijk zijn jullie allebei nog best heel jong. En als je dan op die manier dus ja, heel, heel erg logisch eigenlijk die keuzes maakt. Van, het sport is voor ons zo belangrijk. Dus dan, ja, ik zal niet zeggen, zetten we die vriendengroep maar opzij. Maar dan maar iets minder met de vriendengroep. Ja, ik vind dat zelf nogal wat. Want het is ja, toch een soort van goede discipline hebben, toch? Ja, en ik denk omdat we er gewoon zoveel plezier in hebben en dan altijd al hebben gehad, dan, dan voelt dat niet echt als iets moeilijks. En omdat je ook natuurlijk gewoon in een team zit, waar je ook gewoon elke dag dezelfde mensen ziet, wat super gezellig is. Dat sociale aspect is er nog steeds. Alleen heb je hetzelfde doel en in hetzelfde. In de sport allemaal. Je ziet je vrienden misschien dan van de middelbare school wat minder. Maar het is ook leuk om nog steeds contact te hebben met mensen buiten de sport, denk ik. Ja. En dat hebben wij allebei ook nog steeds. Dus, Ja, en het bijzondere is eigenlijk, jullie zijn geen tweeling. Maar jullie wonen samen, doen dezelfde sport. Hoe hou je dat goed? Hoe gaan jullie op die manier met elkaar om? Nou ja. Ik denk dat we het soort van allebei heel leuk vinden. Dus we wonen dan ook samen en dat gaat goed. Dat is natuurlijk wel. Ja, soms heb je altijd wel een discussie. Heeft iedereen, hè? Iedereen. Dus dat hoort er denk ik ook wel bij. Maar we kunnen elkaar ook helpen. En ik zal dan ook vooral mij. Want ik ben natuurlijk dan. Vooral dit seizoen was ik dan nieuw in het team. Mm-hmm. En nou ja, voor mij was alles nieuw. Dus dan is het toch wel fijn om iemand bij je te hebben die alles wel al heeft meegemaakt. En. Ja, weet hoe dingen moeten en gaan. En daar kan ik dan heel veel van leren. Dus dat is sowieso voor mij iets heel positiefs. En we vinden het heel leuk. Dus, ja. Ja, en dan dezelfde studie. Ik bedoel, dan heb jij daar denk ik ook het voorbeeld in gegeven. En is je zus jou gevolgd. Hoe komt dat dan? Is dat ook puur toeval? Of is het dezelfde richting op? Dat je zegt van, hé, we zitten allebei in de sport. We zijn allebei bezig met gezondheid. Dus we willen ook die richting allebei op. Ik denk wel dat het wel toeval is. Ja. Maar ik denk, we hebben gewoon een beetje dezelfde interesses ook. Dus. Ja, en dat zie je dan in de sport, maar ook daarin terug. Ja. En ik kan het ook niet voor jou spreken. Ik had het eerst gekozen, maar ja, ik denk dat we allebei daar onze eigen keuze in maken. En dat het dus dan toch een beetje toevallig is. Ja. Voor mij was het eerder zelfs nog dat ik het niet wilde doen, omdat Xan die opleiding al deed. Dan dacht ik, ja, dan ben ik straks degene die dus en samen woont en we schaatsen allebei en we doen dezelfde studie. Dan voel ik me een beetje een... Maar ik heb het daar ook met mijn tante dan over gehad. Want zij had ook een zus die dus allebei schaatsen en dat allebei ook deden. En die zei juist van, ja, je moet gewoon echt kiezen wat jij wil. En dat, je moet iets zeg maar niet doen omdat je dan denkt dat je iemand nadoet. Dus nou, toen dacht ik, nou, dan kies ik dus voor mezelf en dan doe ik het ook. Ja, en wat is nou het grootste verschil tussen jullie? Ik denk dan toch dat... ik wat extraverter ben misschien dan Michelle. Maar dat is dan wat ik zou bedenken. Ja, denk ik ook wel. Ja, het is eigenlijk heel weinig verschil. Ja, misschien dan toch, ja. Maar het is ook altijd moeilijk om over jezelf soort van te benoemen. Maar qua uiterlijk zie je in ieder geval wel verschil. Ja, dus het is niet zo dat jullie door elkaar gehaald worden. Hè? Nee. En dan natuurlijk met shorttrack. Ja, als je gaat kijken naar de prestaties. Jij zit al wat langer bij je team. Jij komt net kijken. Mm-hmm. Is jouw zus daarin een groot voorbeeld? Of heb je een ander voorbeeld waarvan je zegt, nou, daar kijk ik heel erg naar? Nou ja, Xan is wel een voorbeeld voor mij. Als ik zie wat zij tot nu toe al heeft bereikt, dan denk ik wel, dat wil ik ook ooit kunnen bereiken. Mm-hmm. Dan heb ik niet echt iemand anders waar ik dan meer naar opkijk of zo. Dan heb ik dan wel, denk ik, meer met Xan. Dus, Hoe zit dat voor jou? Op dit moment, ik kijk meer natuurlijk wel naar mijn tegenstanders. Ook gewoon binnen het team, je teamgenoten en dan je tegenstanders, buitenlanders eigenlijk. Maar meer ook natuurlijk van, ja, wat doen zij? Kan je daar misschien van leren? En... ook gewoon natuurlijk het race-aspect. Dat je daar misschien... ik denk dat je toch misschien ook onbewust dat dan toch een beetje analyseert zo. Toen ik natuurlijk in de ploeg kwam... was Suzanne al degene die dat soort prestaties had gehaald. En dan keek ik daar natuurlijk ook wel naar. Want dat stond dan natuurlijk ook zo dichtbij. Dat je dat ik met haar elke dag train. En zeker met haar, maar de rest van de meiden in de ploeg... daarin maken we elkaar ook echt beter. Dus dat doe je dan wel, ja.
Is er ontzag voor elkaar? Of heb je zoiets van, nee, als ik aan de start sta, dan wil ik gewoon de beste zijn, ongeacht of het mijn zus is? Nou ja, als we aan de start staan, dan is het wel, dan zijn we wel tegenstanders. Ja, sowieso. Dus ik denk niet dat ik zou dan niet denken, oh, het is mijn zus, dus dan stap ik aan de kant. Ja, dat doe ik dan niet. Denk, maar het is denk ik wel net iets anders dan gewoon een tegenstander. Ik denk wel dat ik zoiets heb van, ik zou het niet echt heel leuk vinden als het op een gegeven moment zo zou zijn dat we elkaar de baan uitrijden of zo. Dus, maar ja, dat is eigenlijk nooit echt in je voordeel. Nee. Ik denk dat wij gewoon sportieve tegenstanders kunnen zijn voor elkaar. Dat dat ook belangrijk is. Ja, en dan win je 4 keer goud op het WK. Hoe ga je daarmee om? Nou, dat was natuurlijk gewoon heel mooi. Ja, dat is. Ik stond aan 4 afstanden stond ik aan de start. Mm-hmm. En beter kon dan eigenlijk niet. Van tevoren. Dan heb ik elke afstand op zich was dan natuurlijk het doel om te winnen. En dat het dan bij alle 4 is gelukt. Ja, dat is gewoon super gaaf. Ja, een droom die uitkomt. Of gaat dat dan te ver? Nou ja, dat klinkt misschien een beetje soort van overdreven. Maar ja, het is natuurlijk wel waarvoor je alles doet. Mm-hmm. Dus alleen je werkt er ook hard voor. Dus het was ik zou dan meer inderdaad zou zeggen dat het doel dan gehaald is eigenlijk. Ja, op zich terecht, hè? Ik bedoel, als je zo hard werkt en je behaalt wat je graag wil behalen, is dat misschien ook wel terecht. Ja, dat het dan, je gaat ervoor, ja. En dat had iedereen hier dan, die natuurlijk sport zou beoefenen. Maar ik ben ontzettend blij dat dat is gelukt. Ja, precies. In dit geval was jij de beste. Ja. En dan win jij in het team, win je goud. Ja. Dat is je eerste goud volgens mij ook, hè? Of zit ik er dan naast? Ja, dat klopt, ja. En wat doet dat dan met jou? Want dat smaakt denk ik wel naar meer. Nou, het was voor mij wel een hele mooie ervaring dat ik heb mee mogen doen aan die prestatie. Dat was voor mij heel leuk en ik heb er veel van geleerd en het smaakt naar meer inderdaad. Nu heb ik wel zoiets van volgend seizoen wil ik het liefst echt bijvoorbeeld in die finale dan zelf rijden. Dat is dan, dat zou ik dan graag willen, maar voor nu was dit echt super mooi en ik ben alleen maar tevreden over dit seizoen. Ja, en je rijdt je natuurlijk een beetje in de kijkert, zoals ze dat wel eens zeggen. Ik bedoel, of je natuurlijk 4de wordt of brons of goud wint, dat scheelt toch ook nog wel een heel stuk? Ja, het was nu wel echt heel mooi dat het goud was. Het was ook echt wel het doel, want we wisten echt wel dat wij in principe gewoon de beste waren. Maar we moesten natuurlijk wel nog laten zien op het WK. Ja. En dat het dus wel lukte, was wel gewoon heel mooi. Want ja, het is toch short track en er kan van alles misgaan. En dat was gelukkig niet zo. Dus, nee. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeg ik wel eens. Hè. Het verschil tussen winnen en verliezen, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Ja, hoeft maar 1 tikje van een schaats te zijn van iemand. Ja, dat klopt. Het zit dicht op elkaar, ja, zeker. Ja. En dan gaan we een stukje naar de toekomst. Hoe gaat die er voor jou uitzien? Voor nu ben ik vooral gefocust op het volgende seizoen dan weer. En ik wil gewoon me verder ontwikkelen en steeds een stapje verder gaan. En ik heb niet echt per se dat ik heel erg naar lange termijn doelen kijk, omdat ik het gewoon, ik vind het belangrijker wat ik nu doe dan dat ik heel erg vooruit ga kijken. Maar ik denk dat er wel mooie dingen kunnen komen. Dus, Ja, mooi. Bescheiden, je zei het al, het is een beetje introvert. Het is wel heel mooi om dat verschil te zien, hoe bescheiden je daarin ook opstelt. Ja, en als ik naar jou kijk, Sandra, dan kan het eigenlijk alleen maar minder. Of denk jij niet zo? Nee, ik denk niet zo. Nee, ik ben heel blij dat het nu het seizoen zo, dat ik het zo heb kunnen afsluiten. Dat wil ik natuurlijk gewoon volgend jaar doorbouwen. In onder andere ook in de wereldbekers, om gewoon ook weer ten opzichte van mezelf vooruit te gaan. En ik denk ook deze zomer gewoon weer sterker worden. Dat zijn dingen om weer aan te werken. Dan is volgend seizoen weer een nieuw seizoen. Maar als ik natuurlijk naar de lange termijn kijk en ik kijk over 3 jaar naar de volgende Olympische Spelen, dan is dat natuurlijk wel zeker een doel om daar dan voor individueel goud te gaan. Wat Michelle ook zegt, dat is iets wat ik natuurlijk, dat is een doel. Maar ik kijk gewoon eerst naar volgend seizoen en dat ik daar weer stappen kan maken. Ja, en dan is het dus toch de zomer trainen. Want ik hoor je zeggen dat je toch eigenlijk nog steeds bezig bent dan met trainen. Of in ieder geval op conditie blijven. Wat doe je dan in de zomer, zoals nu? Zoals nu hebben we wel even echt een rustperiode. Mm-hmm. Waarin we ook wel op vakantie gaan. Dus dat is ook altijd wel fijn na zo'n seizoen. Ik denk
zometeen richting half april, eind april. Dan beginnen we gewoon wel weer met inderdaad fietsen en krachttraining en dat soort dingen. Om gewoon weer aan de basis te werken. We zitten dan zeker niet stil. Nee. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Ik vond het erg leuk dat jullie er waren. En we gaan jullie natuurlijk volgen bij alle prestaties. Dank jullie wel. Super, bedankt.